Maar die waterval, wat een bom van een hit, me niet normaal. Oh la 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 la. Ik vind het echt het beste nummer sinds 10.000 Luba. Ja, ik ga akkoord. Oh. Ja, dankjewel. Check. Nee, het is echt een heel goede song. Hebben jullie al die andere versies al gehoord intussen? Nee, niet allemaal, denk ik. Dat van die maandverbanden, dat weet ik ook. Oh ja, die. Oh, ja. Dat wel. Onze boys van Gilles en Govaerts hebben een versie gemaakt. In de living ligt een maandverband, vind ik heel mooi. Maar ze hebben er nog eentje gemaakt voor kerst. Luister even goed. Kindje Jezus in een schapenstal. Een schapenstal. Hey. Oh, kan ook. Met die belletjes. Het zou nog iets voor jullie zijn. Ja, ja. We willen ook eigenlijk heel graag een kerstnummer maken. Hebben ze eigenlijk bij K3 al een kerstnummer gehad? Nee. Oh, dat is eigenlijk wel raar. Nee, ik denk dat niet. We hebben al wel vaak geopperd voor zo'n kerstspecial. En dan zegt hij daar binnen met Moonboots aan. Ja, en zo, maar zoals dat K3 dat vroeger had. Ja, dat zo leuk om te kijken. Maar momenteel, ja. Dat is nu zo raar dat er geen kerstsong is. Ja. Pak het mee. Ik moet er niks voor hebben. De RM, dit is nog een R&B-versie ook van Gerson Raphael. Of Raphael Gerson. Ik ken hem niet. Onze liefde is een waterval. Een waterval. Oh, wow. Goed, wie is ja, hij heeft onlangs met Baba Yaga een nummer uitgebracht. Ah. Can't Stop My Feet. Ah, is dat die mens? Ja. Ja. Echt goed gedaan. Maar de originele versie is natuurlijk de beste. Jullie gaan de beste versie brengen. Wat moeten we weten over Liefde is een waterval? Ja. Ze vragen ons wat wil dat zeggen? En dan zeggen we altijd van ja, liefde is als een waterval, het stroomt over je heen. Zoiets zeggen we dan. Ja. En voel je dan eerder eerder dolfijn of eerder unicorn? Dolfijn. Unicorn. Oh. Ja, daar sta je dan, Hanne. Oh. Alleen als dolfijn. Begin wel. Zwem maar naar ons M&M-podium.